right, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, and kid, and your other friends that don't even have a clue what this Zoo Doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA, I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So put your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior, senior, said to move your feet. I bring the refreshments and stay fresh to death like I'm choking on a breath. I think I can fly. I'm on 6, 7. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's Utrecht, Deendrecht. Nou, ik ben alleen met Joost, typisch Joost. Typisch Joost, ja, hij loopt de verkeerde kant op. Typisch Joost, en we zijn op de kermis in Roosendaal. Roosendaals kermis. Nou, hier staat al gelijk. Toen wij hier zijn we net voorbij ook gereden. Ja, ik zag hem al gelijk weer staan hoor, jongens. De reactor en natuurlijk. In Heemvliet stond hij, in Tilburg stond hij, in Rotterdam stond hij en hij staat ook weer hier, oh jongens. De reactor is de enige echte reactor. En ja, superapparaatje. We gaan het wel op rijtje even schieten. Gij zou ook nog komen. En ja, ik heb nog even één mededeling. Ja, dit wordt de laatste kermisvlog van dit jaar. Ah, we hebben alle twee. Ah. Ja, het is. Merk gewoon dat de mensen steeds minder tijd hebben. En ja. Weet je, iedereen die heeft een beetje geen tijd meer, geen geld meer, geen tijd meer ervoor. Dus ja, we stoppen ermee, jongens. Dit was de laatste kermis in ieder geval. Maar ja, we gaan nog wel andere leuke dingen doen, hè? We gaan nog naar Bobby Allot, gaan we nog. We gaan nog naar een ander pretpark, ben ik ook nog nooit geweest, is ook wel leuk. En ja, Bobby Allot. En natuurlijk weer de Efteling, hè, die komt er weer aan. Hè. Binnenkort weer de Efteling vlogs op mijn kanaal. Nou, we gaan eventjes verder kijken en dan spreken we jullie dadelijk weer. Tot zo! We can feel it. Get ready for an unforgettable experience. Are you ready?
Een soort chaos staat er. Maar het is echt, ja, echt heel groot opgezet. Ger zei het al in de vorige vlog, of in de vorige kermisvlog. Moet ik het nou goed zeggen natuurlijk, de vorige kermisvlog. Dat, ja, dat het echt, nog groter is dan Den Bosch. En we hebben vorige keer de vlog van Den Bosch gezien. Ja, die was groot. En hier staan nog meer attracties. Onder de spinning coaster, die stond ook in de bos volgens mij. Had ik het ook, volgens mij, ja, in de bos stond je ook spinning coaster. En dan hier ook de
het zelf zijn. Nou, John, de tweede keer deze heb je Bobby al opgestaan. In Lichthuis. En ja. De oude Bobby al op de tractie. Bobby al op die tegen weg. En toen hebben de kermisrechtspatant, die hebben hem overgenomen, gerenoveerd helemaal weer. En nu staat hij dus op kermis staat. En hij staat dus ook Hero, de breakdance. Oude Bobby al op de tractie, jongens. Jarenlang in Bobby al op gestaan. Nou, je ziet het. Hero, breakdance.
dezelfde is die in Tilburg gestaan heb. Maar in ieder geval ook wel een aardig reuzenratje. Volgens mij is die groter dan Tilburg. Dan hebben we hier de Sanctie Boy. En Sky Club, nee, dat is een andere. Die hier in Tilburg gestaan heb, maar die stond ook heel erg ongemakkelijk tegen een gebouw aan. Deze staat ook wel tegen gebouw aan. Maar als je daar helemaal boven zit, heb je er geen last van. Kijk, daar heb je wel een aardig uitzicht over de kermis hier in Roosendaal. Nou. Nee, het is een andere. Het is niet die in... ik dacht eerst even dat het die was die waar ik mee... Weet ik nog niet. Ik kan er wel even een rondje doen, dat is wel leuk. Ja. Nou, Joost is er net ook wel een rondje hierin doen. Nou, dan gaan we dat doen, gezellig. Ja, hoe heet dat? Reuzenrad, vind ik wel leuk. Dat doe ik altijd wel. Ongeveer even groot te zijn als die in Slagharen. Slagharen heb ik natuurlijk een vaste reuzenrad. Deze is ongeveer even groot, denk ik. Misschien iets hoger. Kijk, even een rondje maken. Dan gaan we er zo even in. Dat lijkt me wel leuk. Ja, zo'n rondje in de reuzenrad vind ik altijd wel gezellig. Dan heb je gelijk een hele uitkijk over de Tilburgse camping natuurlijk. De spinning coaster. Leuk. Nou, dan gaan we even kijken of ik genoeg geld bij me heb. Dat zal toch wel? Ja, heb ik wel. Dus ja. Dan gaan we even hierin. En welkom in het reuzenrad. Gezellig hoor. Even lekker gezellig een reuzenradje mee pakken. En dan heb ik een heel mooi uitje op kermis. Hoop ik. Oh, hier is het treinspoor al en Ger die zei er net van, je kan ook bij het treinspoor, heb je daar de tunnel, moet je onderdoor lopen, dan heb je ook weer een heel groot stuk. Dus ja, dat heb ik wel zien. In ieder geval een mooi uitzicht. Het moet zo wel weer lekker koud zijn bovenin, maar ja joh. Het is wel gezellig. Ja. Aardig groot reuzenradje hoor, hé. Ja. Ik moet mijn hoogtevrees ingaan, dat gelukkig heb ik dan niet, maar het ziet er wel leuk uit, groentjes. Lijkt een beetje op Slagharen, vind ik. Ja. Het lijkt een beetje op Slagharen lijken. Dit is Slagharen. Kijk eens. Oh. Nou, ik was ook goed van niet, hè? Nee, hè, doet, doe me niet, daar. Schijt er maar mee uit, daar. Kijk eens jongens, oh, kijk eens, wow, hoppa, we zijn op het hoogste gedeelte jongens, kijk eens, je wil die auto's kijken, kijk daar is het ook nog zo'n groot apparaat daar. Ja. Wow, wat een uitzicht jongens, fantastisch, wat een fantastisch uitzicht zeg. Ja, en eigenlijk is het nog mooier in het donker. Ja, kermis wel. Ja, ja, maar het reuzenrad ook. Ja, ja. De uitzicht is natuurlijk nu veel mooier als toen in Tilburg. Je hebt echt gewoon veel mooier uitzicht met al die lampjes, lichtjes en ja, het is echt mooi hoor. Hey. Kijk eens. Oh. Daar zijn we nog niet geweest, hè, bij die kerk. Nee. Nee, dat hebben we dan niet kunnen doen. Daar zijn we nog niet geweest. Maar wat Gerrit nou over had, dat je nog een of andere tunnel onderdoor moest en dat je dan ook nog kermis had. Nou, ik zie niks verder. Ik kan hier verder niks zien hoor. Ja. We zien het wel. We gaan kijken hoe ver we komen vandaag. Ja, we gaan even kijken. Ja. Ja, is nog even langs de kerk. Nou, dit is Roosendaal, jongens. Fantastisch uitzicht over Roosendaal. Prachtig. De spinning.
niet zo stut. Ja. Mooi hoor, hé. Fantastisch uitzicht. Al die lampjes zijn, die doen allemaal andere kleur allemaal. Mooi man. Weer groen dan weer blauw. Nou, daar gaan we weer, ja. Daar gaat hij weer, jongens, daar gaat hij weer. Nou, dit plein hebben we alles gedaan in ieder geval. Zover ik kan zien hebben we dit plein hebben we wel zo'n beetje gehad alweer. Daar zo. Zandibar. Zo, hier nog een mooie uitzicht op de breakdance. Zo lijkt het net allemaal speelgoedattractiepjes, als je het zo ziet. Ja, van ver af. Het is net zo'n speelgoedkermis, lijkt het wel. Fantastisch. Ja. Barbershop. Hé? Er staat barbershop. Een barbershop, hè? Ja, leuk hoor, hé. Leuk hè? Dan nog een rondje. Ja, drie keer hè, drie keer is geen recht hè. Aardig koud is het waaierig ook. Zo, het is wel frissies hoor jongens. Het is wel frissies hier ook. Maar ja, voor het uitzicht is het wel ontzettend mooi. Ja, het is wel ontzettend mooi uitzicht over de stad en over de kermis natuurlijk. Denk ik. Meestal is het een rondje of drie of zo. Moet je niet filmen? Oh. Ja, ik ben vergeten, niet gedaan. Ja. Dat is niet niks. Nou, daar zijn we weer beneden, jongens. Ja, zie je wat we zijn dan weer aan het doen. En nogmaals een blikje spinny coaster. Hier kan je foto kopen. Spinny coaster. Kijken, ja. Of, best wel een leuke kermis.
Heb best een leuke kermis. Ja, zeker. Zeker voor Haarlem Vatbaar. Volgend jaar zijn we er gewoon ook weer gezellig bij. Ja. Volgend jaar gaan we ook weer heel veel kermissen doen. Maar ja, het seizoen is nou een beetje over, hè? Ja. Dit zijn echt nog de laatste kermissen die er zijn. En dan is het echt over en uit. En dan gaan we eigenlijk de herfst alweer in, jongens. Het gaat hard. En dan gaan we weer pretparken doen, hè? In ieder geval weer heel veel Efteling, want daar ben ik nu al 2 maanden niet meer geweest of zo. Dus ik beloof dat we zo snel mogelijk weer naar de Efteling gaan. Dat is echt alweer heel erg lang geleden. Nou, hier liepen wij net ook. Hier hebben we hier de Kattenveld en die Showtime. Dat hebben we hier ook. Ik naar boven en naar beneden. En Temple of Food. Ja, dat is allemaal echt wel heel erg leuk. Maar we hebben alvast een beetje zitten kijken in het reuzenrad. Maar volgens mij moeten we nog een beetje die kant op. Dan komen we weer waar we het net waren. Je mag hier lopen. En weer showtime weer. Ik liep bijna hier door, maar lopen zo tegen die kinderdingen om. Nou, hier is showtime. Ja. We gaan even kijken. Oh, hier hebben we Cap City daar zo. Ja, hier zijn wij volgens mij nog niet geweest. Volgens mij zijn we hier nog niet geweest. Hier heb ik die winkel waar je petjes en t-shirtjes kan kopen en zo. En hier kan je even zitten, hier kan je nog wel even lekker wat eten halen. En ja, we gaan het wel gewoon zien, jongens. Coca-Cola. Hier hebben we weer die winkel. Gaan we hier rechtdoor, hè? Volgens mij waren we daar nog niet. Jawel, daar waren we wel geweest. Daar staat dit de reactor, die staat daar zo. Oh, speciaal voor Rianne. Kijk, hij is er weer. Speciaal voor Rianne. Dit suikerspinkraampje, gezellig. Nou, Rianne is nog suikerspinkraampje wil. Lekker suikerspinnetje daar. Lekker suikerspinnetje halen. Kermis. Maar dan moeten we even verder kijken, want hier gaan we het bruggetje weer over. Hier zijn we geweest, alleen moeten we dan nog die kant op, denk ik. Ja, we gaan de andere kant op, want hier zijn we ook al geweest. Dus lopen we even verder en dan... zien jullie dadelijk wel weer. Gelukkig valt mee met regen. Zo, we reden spijkenissen uit. Zo, we kregen plisbuibelshassers. Ik denk, als dat maar goed komt vandaag. Maar hier hebben we nog niet echt regen gehad, hier hoor. Ik val nog reuze mee. Nou, tot zo allemaal, jongens. Doei. Nou, we zijn eruit. Daar staat de reactor. Reactor, daar zijn we de vlog mee begonnen. En de kermis mee begonnen. En nu moeten we dus deze kant op. Want hier zijn we nog niet bezig. Hier de minicars hier. Hier allemaal weer van die grijpkraantjes allemaal. Police party. En nou gaan we dus... even kijken. En dan moeten wij, volgens mij moeten wij deze kant op. En als je die kant op gaat, ja, die kant moet wel op Joost. Het is ontzettend druk hier, hoor, dus ik ga hem ook zo weer neerleggen, want het is mij een beetje druk. Het was in Den Bosch was het ook vreselijk druk. Op een gegeven moment kon je haast een ton niet meer keren. Dus nou. Nou, hier dan moet je gewoon die allemaal. Dus ja, gaan we even kijken. Nou, hier hebben we de kerk van Roosendaal. En wat ik wel echt frappant vind. Je hoort een keiharde muziek hoor je. Ja, ik vind wel toepasselijk. Ik zie niet zo vaak bij een kerk van die keiharde opgesleten muziek. Maar dit is dus het tweede gedeelte hier in deze zijstraat, heeft maar niet gefilmd. Het was echt fucking druk was het daar zo. En nou heb je hier ook nog een pleintje. Hier heb je Space Jam. En ik heb nog meer oude postzakjes heb je hier ook. En dan heb je hier weer. Hey, Hero City. Ik heb nou al 2 keer gezegd. Ben ik er langs gelopen en ik heb hem nog steeds niet gedaan.
Zullen we hem doen, Hero City? Ik zei nou al twee keer van ik heb hem nog nooit gedaan, ik wil hem gaan doen. Maar elke keer komt hij niet van. De laatste keer natuurlijk in Den Bosch was hij er ook. Toen zei ik van ja, nu ga ik hem doen. Weer niet van gekomen, elke keer komt het er niet van. En we gaan wel even kijken. Maar het is gewoon een loophuis is het hoor. Het is gewoon een loophuis. Hero City. Kijk, daar heb je meer. Hero City. En ik wil hem eigenlijk echt gewoon even een keer doen. Ik heb nou al twee keer, ja, bij de derde keer is eigenlijk geen gek. Dan moet ik hem eigenlijk gewoon doen, hè. Ja, Frank Zuidema. Gewoon een ontzettend groot loophuis. Het is allemaal dingen en zo, allemaal rook en weet ik veel allemaal. Die wil ik eigenlijk wel even doen. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Elke keer zeg ik van ik doe hem, maar ja, elke keer komt het er niet van. Wordt vrij ziek van. Dus, we gaan nou gewoon vandaag gaan we gewoon doen. Oké. Weet je niet? Ja. Oké. Zo, en eindelijk. Oh! Ik denk dat doe ik al even testen. Er zitten allemaal van die draadjes zitten er al. Jij zou echt zeggen dat ik het nou. Nou, eindelijk zijn we er. Hero City. Oh, lekker hoor. Oh! Weet je dit? Oh my god. En je hebt de Wasstraat. Oh, en je hebt de Wasstraat. Nou, daar gaan we dan nog weer, jongens. Oh. Nou, daar zijn we dan eigenlijk, jongens. Hero City. Oh mijn god. Ik ben benieuwd wat me allemaal te wachten staat. Hier weer twee ronde dingen. Nou, dat gebeurt niks. Ja, dat gebeurt ook niks. Oh, doe ik hem weg. Nee, ik doe hem niet. Oh, dit is ook zo lekker dit. Oh my god. Oh my god, ik doe wat. Oh, dat is zo. Oh, die draait. Best draait wel op die andere draaiers net. Doe echt voorzichtig. Gaat die zo baas van een ding heen. Dan heb je hier weer zo'n ronde. Oh my god. Kan ik hier niet omheen? Nee, ik kan er niet omheen. Dat geeft het niet. Ik kan er gewoon lekker omheen. Ik kan er gewoon lekker omheen. Kom op nou heen. Kom in heen. Kom in heen. Even recht door. Heen hier, heen hier. Vibratie. Oh mijn god, jongens. Kom die draait niet. Kom die draait niet met je. Hoppa. Oh mijn god. Oh jee. Thank you.
ook zo lekker dit. Oh. Ik word helemaal. Joh. Ik word helemaal fijn geperst, man. Er is ook echt lekker fout. Ik heb helemaal deze ziek van die dingen. Doei. Wow, zo. Daar kwam er een stuk van de achterkant mee. En nu zijn we volgens mij op het hoogste, ja, we zijn op het hoogste punt nou. Dat is wel wat Gerp bedoelde. Oh, dat is wat Gerp bedoelde. Kijk, daar kan je nog verder. Ja. Daar zo. Dus je moet hier ergens nog een tunneltje hebben, dan kan je daarheen. Dat hebben we nog niet gedaan. Nou ja, we gaan er in ieder geval zien. Kijk, daar moeten we dadelijk heen dus, daar zo. Daar heb je ook nog wat. Hier hebben we nog een trap van beneden. Nog een trapje. Even rustig. Ik ben nou al moe. Ik ben gewoon nou al moe. Nou, gaan we weer aan. Oké. Dan even boven. Weer helemaal terug naar beneden. Dan zijn we weer helemaal in de beneden. Oh, hier hebben we hier nog een glijbaan. Die hadden we met glijbaan beneden gekend. Hier ook. En dan gaat de glijbaan. Oh, lekker. Loop eens door. Oh, dat draait wel. Oh, mijn god. Bijna voor deze dingen. Oh, het gaat steeds harder regenen ook. Oh, god. Watercomplex. Ja, ik ga verder met mijn mobiel, want dat durf ik met mijn camera niet aan. Zo, hoppakee. Nou jongens, dit watercomplex ga ik dus niet met mijn handen doen. Oh, het gaat steeds harder regenen. Ja, ik wacht wel even. Doei! Ik wacht wel even. Het zijn wel bad, het regent. Ik kom in deze keide regenbui. En dan moet je ook nog een waterattractie doen. Ja, even wachten, wat nat. We wachten even tot wat droog is, want het giet momenteel. En we hebben toch maar besloten om er doorheen te gaan, dus... Daar gaan we, Joost, nou een aardig parcoursje, het regent. Nou, hij was ontzettend leuk, ja, we hebben maar de helft gedaan. Want de camera die schreef er ineens mee uit. En we gaan even daar staan hoor, want ik word psychnot. Psychnot word ik. Ja, nou eindelijk een keer gedaan. Ik had elke keer gezegd van ja, ik wilde hem elke keer wilde ik hem doen. Elke keer kwam het er niet van. Hij was 2,50. Maar hij was zeker zijn prijs waard. Het was echt ontzettend leuk. Echt ontzettend leuk. Ik heb er geen spijt van, hè? Nee. Hij heeft hem eindelijk een keer gedaan. Zo. Ik zit al elke keer wat ik doe, maar elke keer kwam ik er niet van. Dus, dat was wel mooi. Ja, dat was echt leuk. Dat was echt ja, mooi. Ja, heel mooi. Ja, we gaan even schuilen voor de regen, want het is echt keihard. En we staan hier bij de bos uit, dus staan we even te schuilen. En dan gaan we dadelijk weer verder. Moeten we daar nog een stukje moeten nog doen, daar zo. En dan gaan we zo weer verder. Nou, Ger, we hebben eindelijk de tunnel gevonden hoor. De tunnel waar jij het over had hebben gevonden. Hè. Gaan we de kadertunnel gaan we door. En dan komen we daar bij het andere gedeelte. Dan gaan we nog even dat plein nog even bekijken. Hè, wat het nou
hier hebben we ook weer, oh, het is net mislukt. Hier hebben we weer het hangen. Dus, ja. Daar staat de tijd bij. Ach, net niet geld. Jammer. Nou, we zijn in ieder geval weer aan de overkant. Zijn we nu. En dan gaan we hier weer verder. Hier heb je ook weer allemaal attracties te hebben. Dus, even kijken, want we gaan nou door het rood heen. Ja, iedereen gaat door het rood heen. Nou, we gaan door het rood heen, jongens. Nou, zijn we aan de andere kant van Roosendaal zijn we nou. Nou, dan gaan we hier nog even kijken. Het is hier ontzettend druk ook, dus ik moet echt even kijken waar ik allemaal loop en zo. Want er zijn echt grote grote tafels hier allemaal. Dus, daar heeft een beetje kuit aangereden daar zo. Nou, hier is Caesar Palace. George Boyden weet ik voor allemaal. Het gaat steeds regen. Let's play the game. En deze kennen we ook wel in de verloop der tijd, hè. Ja, hier ook weer een van het tentje. Ik heb weer wat eten, weet ik voor wat allemaal. Is dat dan? Oh ja. Zo van die wafels. Ja, dat vind ik dan niet echt lekker. Daar word ik al zo misselijk van altijd. Nou, gaan we even verder kijken. We hebben hier nog hier ook allemaal weer. Oh, daar staat ook nog een hele grote attractie daar. Dan gaan we zo nog even kijken. Maar ja, oh, hier nog een grote glijbaan. Hier hebben we nog een grote glijbaan hier, oh. Kijk. Zie je hier nog een hele grote glijbaan hier, oh. Overdekt. Dat is wel heel leuk. Kijk, allemaal die hobbels allemaal. Dat is grappig. Maar ja, het is, kermis is een beetje in het water gevallen. Hè? Ja. Ja, we hebben toch nog hoop gedaan, maar ja. Er is een heleboel ook in het water gevallen omdat het zo ontzettend slecht weer is. We kunnen ook niet al te veel filmen. Tja, mijn camera die, is al helemaal doorwikt van het water door de regen. Ja, en gaat nu natuurlijk weer slechte weer kijken. Ja, zo is het mooie weer voorbij. Ook hier in Roosendaal. We hebben weer vol regen. Nou, we nemen hier, hey Bas, je bent er ook, Bas. Het is voor mij dezelfde die wij in of niet willen. Nee, het is een andere. Zo zeggen. We doen die een in Eveling. Ja, maar dat is niet. 2,50. Valt nog mee. Het is niet duur hier, de attracties. Ik val wel eens mee. Kijk, pas slim omhoog, gaat er geen zin meer in. Nou, kijk eens aan wat we hier hebben, de rupsbaan. Die is er ook weer, stond ook vorige week in, of twee weken terug. In Den Bosch stond die ook. Dus, ja. En,
Als we dat zochten, let's go. Ready?
nou net als in Oosterhout een nostalgische kermis. En wat kan een nostalgische kermis zijn zonder een nostalgische miniatuurkermis? Het zijn allemaal miniatuurdingen. Ja, we hebben in Tilburg en in Oosterhout en ook gefilmd. Nou, blijft ontzettend mooi. Al die draaimolens en dingen en zo. Hey, kennen we deze nog? Die stond ook in Tilburg, hè? Deze, die stond ook in Tilburg, hè? En deze stond ook in Oosterhout, hè? Ja. Zo is leuk. Deze, hè? Piraat. Die kennen we ook wel. De piraat staat ook van andere. Ja, die kennen we nog wel een beetje van. Van die piratenschepen, net zoals in de Efteling en zo, heb je ook een piratenschepen. Ontzettend leuk. Nou, wij gaan nog even verder, hè? Voordat het dadelijk weer gaat regenen, want we hebben al een heleboel regen op ons kop gehad. Ik had op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, we hebben zoveel regen gehad, ik heb haast geen zin meer om te gaan. Om verder te gaan, ik heb gewoon zin om naar huis te gaan, want ja, met regen ben ik al heel gauw klaar mee. Dus ja, in ieder geval nog wel eventjes de nostalgische kermis. En dat is altijd wel leuk altijd. In de nostalgische kermis op. Hè? Het is aardig rustig, ja. Ik weet ook niet of er veel attracties zijn. Ja, die stond in Roosendaal, stond die ook. Die stond in Roosendaal, aan Oosthout stond deze er ook. En kijk eens, jou, hij staat er weer hoor. Hier de Peter Pan Railway, die had ik nog nooit gezien. Ik ga hem daar ook even filmen. Maar hij staat er alweer, jongens, La Papillon. Ja, hij staat er weer hoor. Hij stond natuurlijk in Tilburg, in Oosterhout. En hier staat hij in Roosendaal, staat hij er ook weer compleet naar bal. Ja, het blijft altijd heel erg leuk. Het blijft een ontzettend mooie attractie blijven. Want het is nog wel een uurtje rijden, ongeveer.
rijden, drie kwartier, een uurtje rijden. Zet. Dus we gaan zo weer terug. Beetje leuk gehad, Joost. Zo, ik zie je bijna niet. Ja, wat zei je? Ik zie je bijna niet. Het is hartstikke donker. Ja, nou zie ik een klein beetje maar. Het is een beetje donker. Het is een beetje donker hier, ho. Maar zo, ik denk, ik ben wel aardig verkleurd. Ik zag je echt helemaal niet meer. Maar ja, dit was in ieder geval, jongens, dit was de kermis van Roosendaal. En ja, het was wel een leuke kermis volgend jaar. Ja, gaan we hem zeker weten weer doen, hè. Gaan we hem weer doen. En ik hoop dat het dan weer, ja, dat zeg ik tegenwoordig elke keer bij een kermis. Dan hoop ik dat er wat meer mensen komen. Dat zei ik vorige week ook bij Duinruil. Want ja, abonneer eventjes. It's all tracks. Nou, Joost. Gaat hij echt... Nou heb ik het vorige week heb ik het met Kevin gehad. Nou heb ik het weer met Joost, die ineens vanuit het niets ineens de schaamteloos zelf promotie gaat doen. Kan toch niet, Joost? Dat kan je toch niet maken? Nou, in ieder geval, jongens, dit was de kermis voor vandaag. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. En ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer eventjes. En ik bedank Joost als enige die meeging. Want ja, het was een beetje, ja, iedereen is gewoon skeer. Iedereen, we hebben één man die skeer is en gelijk iedereen is skeer. Ja, ze worden allemaal aangestoken. Ja, ze worden allemaal aangestoken. Ik denk dat ik gewoon maar schouw even de groep uitgooi, want het komt gewoon niet goed zo, hoor. Nee. Al die skeeren mensen allemaal. Nu was Kevin skeer. Ja, nou was Kevin weer skeer. Nou, Ramon die ken sowieso nooit, dus daar... Die is altijd skeer. Die is altijd skeer, dus... Moeten we nou niet te veel zeggen, anders gaat hij dadelijk weer helemaal uit zijn stekker. Dus in ieder geval, dit was hem, jongens. Dank jullie allemaal weer voor het kijken, thanks for watching. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog maar weer hier op mijn kanaal. En geniet nog eventjes van de afterbeelden. Dit was de kermis in Roosendaal. En ik zou zeggen, de groetjes en tot de volgende keer maar weer. Hoi hoi! Kan ik ineens wel op de naam komen? Dat is een wacky worm of aan. Nou, doei! Dag Joost! Dag! Doei, ja, doei! Doei, doei, doei!